Gilde Kervits, welkom in onze nieuwe studio's hier van Business M. Het is helemaal kerst. Ja, we hebben ons best gedaan. Ja, dat merk ik. 2022 was een woelig jaar, denk ik. Hoe blik je er zelf op terug? Um, politiek is voor mij het onwezenlijke gebeurd. Het feit dat Poetin binnengevallen is in Oekraïne, ik vind het onvoorstelbaar dat dat kan gebeuren. Oorlog. Binnen Europa ook, mm -hmm. in Europa. Dus dat is heel heftig, met enorme effecten ook. Uh, denk maar aan de energieprijzen voor de mensen die de pan uitswingen. Ja. Dus heeft eigenlijk na wat we meegemaakt hebben met de coronacrisis, een nieuwe crisis ook teweeggebracht. Maar het menselijke leed dat aangericht wordt elke dag, dat is afschuwelijk. Ja, en een vluchtelingenstroom in Vlaanderen die toch ook wel niet onderschatten is. Denk ik. Ja, ook uh, eens te meer. Uh, weer grote problemen uh, op dat vlak. Uh, waar we ook in Vlaanderen ons steentje proberen bij te dragen, uh, natuurlijk. Maar het is uh, echt, ik hoop dat 23 wat dat betreft een einde brengt aan deze miserie toch. Was dat dan voor jou het dieptepunt van, van het voor jaar? Voor mij is, is, is die actie van Poetin het absolute dieptepunt van het jaar. Ja. Om, ik denk dat iedereen die denkt aan 2022 ook denkt aan, aan die noodlottige maand februari en, en alle gevolgen eruitvloeiend. Misschien een, dom, een domme vraag, maar hoe, hoe zie je dat eindigen, dat conflict? Ja, dat is heel moeilijk voor mij om dat ja. natuurlijk te voorspellen. Maar ik hoop dat op een bepaald moment het verstand gaat zegevieren ook. En dat de wapens neergelegd worden. Maar op dit ogenblik is iedereen heel bezorgd over een verdere escalatie van het geweld. Ja, voor jezelf ook wel een heel woelig jaar, denk ik, ja. waar je op een gegeven moment er van tussenuit moet vertellen. Ja, datgene wat ik dacht dat nooit zou gebeuren, is toch gebeurd. Ja. Op een bepaald moment was ik, zat ik er fysiek helemaal door en ook mentaal. Maar het heel vreemde is dat ik het zelf maar beseft heb. Op het ogenblik dat ik eigenlijk uh, ja, flauwgevallen ben en dan daarna ja. ook uh, gestopt ben met werken. Ik, ik heb ook een arts nodig gehad die mij zei, je moet er nu uit of, uh, of je zal heel lang uh, uitvallen. En het is pas met mondjesmaat dat ik dat inzicht gekomen ben dat een uh, ja, menselijk lichaam zijn limieten heeft. Ik ben er niet trots op, want ik mm -hmm. ben een Vlaams minister van Welzijn, volksgezondheid ja. en gezin. Maar, uh, maar ja, misschien is het kan iedereen het wel, denk ik dan dat je dat... Want ik vond wel, je hebt, je hebt er ook niet flauw over gedaan. Hè? Je hebt er al over gecommuniceerd. Je hebt het achteraf ook wel goed verteld. Uh, misschien op die manier ook wel een beetje een taboe weggenomen, denk ik. Ja, ik heb er ook lang over nagedacht van hoe pak ik dat nu aan? Uh, want ik ben uitgevallen, maar op een bepaald moment komt die goesting om te werken helemaal terug. Ik heb dat momentum staat mij nog helder voor de geest wanneer mm -hmm. dat was. En, en dan moet je de sprong terugmaken naar het werk. Dus eruit stappen is één iets, maar er ja. terug instappen is, is ook een hele. Het vraagt ook wel een mentale switch weer. Ja. Maar we hebben dan ook thuis de keuze gemaakt om er, om er open over te zijn. Er zijn zoveel mensen die mij de voorbije maanden een mail gestuurd hebben, berichtjes gestuurd hebben, over wat ze zelf meemaken. Ja, ja. Hoe moeilijk het is ook voor de omgeving. Um, van hen naar de omgeving toe om te zeggen. Ja, ik, ik ben op. Uh, en, van, ik heb het geluk gehad dat uh, de mensen in Torhout en in de wijde omgeving super begripvol gereageerd hebben. Mm -hmm. Ook zeiden van je hebt wel zo, zo, zo hard gewerkt. Ja. Het kan iedereen overkomen. En dat heeft ook bij mij ja, ergens het inzicht gegeven van ik ben niet anders dan andere mensen. Ik, ik maak mij ook zorgen over wat zullen de andere mensen zeggen als ik tijdens een werkdag op de fiets zit of ga wandelen. Ja, ik las dat ergens dat je, ja. je geneigd had eigenlijk om in een fiets te Ja, ik was heel, heel ja. verrast over mezelf. Ja. Dat het, uh, dat het, ook zo was. En, maar dan besef je dat mensen zeggen van kijk, ja zorg maar goed voor jezelf nu, het is nu tijd om aan jezelf te denken. Ik heb dat ook gedaan, maar de, de samenleving rondom mij heeft, was heel, heel minzaam, heel behulpzaam. Mm -hmm. En die steun van zoveel mensen heeft ook wel geholpen om, om terug te keren naar, naar de job. Maar het is ook wel iets typisch Vlaams denk ik dan, van uh, altijd blijven verder gaan, blijven werken en niet, niet toegeven dat het misschien soms te veel is. Ja, ik ben ook, uh, ik ben enig kind, ik ben ook opgevoed ja, uh, thuis. Ja. <laughs> ik ben ook opgevoed thuis van ja, je een meisje, laat je niet doen. Ja. Er is uh, niks wat je niet aan kan in het leven, als je het maar wilt. Ja. En als je het maar graag doet. Ja. En die drive zit ook enorm in mij. Uh, ja, veel mensen zeggen van, je hebt eigenlijk geen, geen remmen, je doet maar door en door mm -hmm. en door. Maar ja, ik heb nu moeten leren ook om soms wel wat remmen in te bouwen. Ja. En uh, eigenlijk doet dat ook wel deugd. Ja. En ik denk niet dat het, uh, ik hoop dat het van mij geen slechtere politica maakt. Het het zou niet mogen, want iedereen heeft op tijd en stond wel eens wat rust nodig. Maar je ziet in, in peilingen, voor wat het waard is, dat je plots een keer naar omhoog schiet. En dan denk ik, ja, die, die Vlamingen appreciëren dat wel. Of, of... Um, ja, je kent, een peiling is, is een peiling. Ik heb eigenlijk zeker die, die persoonlijke populariteitstoetsen, ja. heb hecht ik eigenlijk persoonlijk niet zoveel waarde aan. Het want... best, maar in de wedstrijd leeft dat wel zo. Ja, weten. maar ja. De, de verkiezingen zijn voor mij de echte toets. En ja. dat is nog een hele tijd. Um, ik heb wel gemerkt, en dat is wel belangrijk, dat uh, het, de persoonlijke beleving van veel mensen, naar wat ik meemaakte, een beleving van begrip was. Mm -hmm. Van uh, het, is, het is echt goed te begrijpen dat je. Dat je dat je dat, dat, je dat meemaakt. Sommige mensen zeiden ook van het vuur was een beetje uit je ogen weg. Ja. We hadden het eigenlijk zien aankomen. Ik had het zelf ja, niet ook gezien. Mensen uit je dichtomgeving? Ja, ook op ja. mijn kabinet. En, ja, okay. en mijn, mijn ja. kinderen, bijvoorbeeld, mijn echtgenoot, die zeiden, ja. mijn ouders, die zeiden je was wat humeuriger toch de laatste tijd. Een korter lontje, mm -hmm. rapper, rapper zenuwachtig, rapper ook een beetje kwaad. En ja, dat is niet mijn karakter. Ik kan mm -hmm. soms wel opvliegend zijn, maar als dat te vaak achter mekaar is, dan, ja, dan weet ik nu van oei, het niet. wordt tijd ja. om het wat rustiger aan te doen. Maar ik dacht, maar dat is misschien mijn beroepsmisvorming, maar om het dan wat politieker te maken, je zit in die context van een begrotingsoverleg um, en uw partij neemt daar wel een scherpe koers. En ik dacht, misschien is dat iets dat ook fysiek voor, voor Hilde Krivits te moeilijk is om op een gegeven moment zo tegen anderen in te gaan en een regeringscrisis, dat past niet bij u. Misschien is dat fysiek ook niet. Uh, of is, dat een, is maar, dat een rare opmerking? Ik begrijp dat u die opmerking maakt ja. en ik heb het ook gelezen. Ja. Maar uh, ik glimlach erover, omdat ja. ik heb 15 jaar ervaring. Ik heb al zoveel crisissen meegemaakt ja. rond oosterweel, rond hotweed, wat allemaal. Maar en dit trouwens ook de positie van de partij rond de kinderbijslag. Mm -hmm. Als u het daarover hebt, was doorgesproken. Dus ik wist ook dat dat de positie was. Mm -hmm. Ik was het daar ook volmondig mee eens. Maar ook, ook om te zeggen, we gaan als het nodig is gaan we uit de regering. Maar dat is nooit zo hard gesteld. Nee. Het is zeer hard gesteld dat voor ons, voor onze partij, die, index, die, die koppeling van de kinderbijslag aan de index, dat dat belangrijk is. Mm -hmm. We hebben het nu niet binnengehaald in deze onderhandeling, maar ik ben wel trots dat ik op dit ogenblik een stijging van 2,4 miljard euro heb op welzijn. Dus mm -hmm. voor mijn beleidsdomeinen is deze begroting supergoed. We ja. gaan naar 16 miljard, dat is enorm, die bedragen. Maar dat blijft natuurlijk wel een strijdpunt voor mijn partij, om ja. uiteindelijk die koppeling aan die index te krijgen. En ik vind het Zeker niet vreemd dat een partijvoorzitter, en mijn partijvoorzitter, heel fors is op dat punt. Uh, en ja, we hebben er inderdaad een crisis uh, rond mm -hmm. uh, gehad. Maar dan maak je ook de evaluatie en dan zeg je: kijk, is die begroting voor ons als partij is dat een goede begroting op zich? Dan is het antwoord ook ja. En ja, ja. die conclusie is ook gemaakt. Maar voor mij ging het meer over, um, ja, je hebt een, je hebt een, een, een 48 uur gehad. <coughs> Waar er eigenlijk wel echt gevoel was in, uh, in rond die Vlaamse regering aan het Martlarenplein: want Oei, er is geen coalitie meer. Er was, was ook geen contact tussen de voorzitters. Wat, wat heel vreemd. Ja, ik... ik ben geen voorzitter, dus nee, ik kan daarover geen nee, uitspraak doen. weet het, maar ja. op een gegeven moment, in het diepste van een crisis, moet je durven bellen denk ik, naar de coalitiepartner en zeggen: hey guys, we gaan er toch uitgeraken. En als dat niet meer gebeurt, dan krijgt de tegenpartij het gevoel van men marcheert richting de uitgang. Dat, dat was wel echt het gevoel maar, rond CDV? Ten eerste, ik ben flauwgevallen voor. Ja, ja. Voor die feiten. Dus ze koppelen ja. ze niet aan elkaar. Ja, de, de, de realiteit ja. heeft ook zijn rechten. Ja. Dus ik ben eigenlijk. Uh, ja, maar misschien net daarom, een... omdat je er meer was, is dat allemaal gebeurd. Denk ik. Maar ik ben flauw op een moment dat de discussie totaal niet daarover ging. Ja. Het ging over uh, steun aan al lokale besturen. Ja, dus en weg met de mythe. Er was van, eigenlijk ja. meer een discussie tussen open VLD en VIA. En ik was precies zo'n beetje naar een teddy match aan het kijken. Dus ik zat daar op mijn gemak, want ja. ik klag een beetje midden van bed plot, tijdens die discussie. Figuurlijk bed, uiteraard. En dus plots ben ik, uh, ben ik helemaal weg van de wereld. En ja. wat daarna gebeurd is, in een escalatie van feiten, waar we... Ik, ik weet niet wat er zou gebeurd zijn, was ik fit gebleven. Maar ja. dat heeft wel impact gehad op alles en op iedereen, ook ja. op mezelf. Ja. Maar uiteindelijk, uh, de, de... Je bent zelfs van je, van je ziektebed dan teruggegaan, voor die cruciale vergadering. Ja, maar toen wilde ik... Ik heb dat ook ja. publiek... Uh, ik maak er ook geen geheim van, uh, op zo'n... Intens moment waar hij zegt. Ja, dit is voor onze partij wezenlijk, vond ik het ook wel belangrijk om mijn collega's niet in de steek te laten. Ja. En samen naar Volgens die regering te stappen. Zo, of... Ja, absoluut. Uh, ja. Ik mocht dat eigenlijk niet gedaan hebben. Uh, ja. En ik weet dat het overkwam in de perceptie van oei, oei uh, ze gaat hier nu tegen de voorzitter in. Wat absoluut niet de bedoeling was. Ja. Uh, nog de intentie, ook niet de discussie. Maar uiteindelijk zijn we eruit geraakt. Mm -hmm. En um, ik, vind, ik blijf het zeer goed vinden dat mijn voorzitter scherp geweest is in uh, de hele discussie. En ook op vandaag, vorige week in het begrotingsdebat, of in het Vlaams parlement, heb ja. ik ook echt de lijn gehouden van voor mijn partij: is dit belangrijk? We vinden het logisch dat dit gebeurt. Maar was dit voldoende om te zeggen: we trekken nu de stekker uit die regering? Daarop is het antwoord: nee, want ja. het is een goede begroting, wat ons betreft. En die Vlaamse regering nu. Wat blijft jouw gevoel daarbij? Want veel mensen zeggen: ja, het komt er toch net niet uit. Jan-Jan Bon misschien niet de, de minister-president die iedereen gehoopt had, niet de, niet de kracht daarin? Wel, ten eerste wens ik Jan een zeer, zeer spoedig herstel. Hij ja, heeft zijn enkel uh, gebroken. Hè? Ja, hij heeft zijn enkel gebroken en dat is uh, niet leuk. Uh, dat zal toch wel wat, uh, wat mm -hmm. weken ook rust vragen. De Vlaamse vind... regering op krukken, denk ik dan meteen. Oei, dat is weer geen goede headline. Ja, ik vind dat u mag uw grapjes maken natuurlijk, ja. maar ik wens hem vooral een zeer, ja. zeer goed herstel toe. Ik vind trouwens dat we al in heel veel dossiers goede oplossingen gemaakt mm -hmm. hebben. Dus ik vind dat we eigenlijk als team in de regering goed werken. Mm -hmm. um, maar het zijn woelige tijden voor iedereen. Hé. U moet zich dat inbeelden. In 2019, de regering wordt gevormd. We hebben de zwaarste crisis die we. Die we ja. konden denken na de oorlog meegemaakt. Die coronacrisis, zorgsysteem compleet onder druk. We hebben onze bedrijven ja. moeten stutten. Daarna veerkrachtimpulsen uh, gegeven om de samenleving terug, terug te geven. Dit is, dit is echt een, een, een rollercoaster geweest. Ja, ja. En nu komt die oorlog er bovenop, ja. De prijzen van energie komen er bovenop. Dus ik vind dat als regering, als ik naar het bilan kijk, hoe we door die crisis geraakt zijn, uh, hoe we ook op mijn bevoegdheden dan onze bedrijven kunnen stutten hebben, de mensen ook hebben kunnen stutten, vind ik dat, dat, we, dat we daar stevig werk geleverd hebben. Kon het beter? Natuurlijk. Je wil niet dat mensen sterven door een, door een virus. Dus het kan altijd beter. Maar we hebben wel collectief grote inspanningen geleverd om, om, om de samenleving, te, te, de mensen te helpen ondersteunen door, doorheen deze twee ongelooflijk moeilijke jaren. Noem eens een uh, hoogtepunt van de uh, afgelopen jaren. Wel, voor mij is het absolute hoogtepunt iets wat nog niet zo lang geleden gebeurd is. De vaccinatiecentra, die zijn gesloten. Juist, ja. We vergeten het, maar een jaar geleden, twee jaar geleden, stonden we allemaal aan te schuiven om een prik te krijgen. De samenleving is totaal op slot gegaan. We mochten elkaar niet meer zien. Dit interview zou nooit kunnen doorgaan zijn op dezelfde wijze. Het zou anders geweest zijn, mm -hmm. één of twee jaar geleden. Dus dat we dit kunnen afsluiten en dat we tot een niveau gekomen zijn waarvan we hopen dat we dat coronavirus. Wat onder controle hebben. Ik vind dit een enorm lichtpunt voor het jaar 2022. En dat is dankzij enorme innovaties in de medische wereld, samenwerking tussen universiteiten en onderzoek. Dus ik vind dat super dat we dat, dat is kunnen doen. Een soort optimisme erin. Ja, het, en, en het is raar, hè, maar ik had verwacht dat dit krantenkoppen zou opleveren. Zo van, uh, ah, ja. Nee, ja, goed nieuws is geen nieuws. Maar, ja. maar dit gebeurt dan niet en dan is men verbaasd dat er veel verzuring in de samenleving zit. Dus mm. voor mij is dat, dat iets wat ik niet zo goed begrijp. Ja. Als er iets fout loopt in een vaccinatiecentrum, dagenlang groot nieuws. Maar nu, we hebben die vrijwilligers kunnen bedanken, duizenden mensen die gaan dicht. Uh, vaccineren zal via andere, normaal toch via andere kanalen kunnen gebeuren. Dit is voor mij een groot lichtpunt van 2022. Um, misschien aansluitend daarop, is, is er iets wat je zelf zegt, van daar ben ik nu voor mezelf trots op, dat, uh, wat ik heb kunnen doen? Um, die trots zit voor mij in vaak in heel kleine dossiers die heel goed ja. aflopen. Um, ik geef een voorbeeldje, we hebben nu bij de begrotingsonderhandelingen um, voor uh, ouders die, die, waarvan een van de twee partners overlijdt, mm -hmm. hebben we de... de de, de steun die we geven, of de opvoeding van de kinderen, een stuk omhoog kunnen trekken, ja. was na een aantal heel intense gesprekken die we gevoerd hebben op het kabinet, hè, waar ik ook echt ja, gemerkt heb wat mensen meemaken die een partner plots, plots verliezen. Mm -hmm. En de dankbaarheid die je dan krijgt als je zo'n dossier kunt een stapje voorwaarts helpen, ja, dat is voor mij de reden waarom ik aan politiek doe. En ja. het zijn zoveel kleine dingen die mij eigenlijk uh, van mij terug een blij minister maken. Oké. Okay. Um, wat verwacht je van, van 2023? Wel, um, normaal gezien is het het jaar voor, voor het laatste jaar voor er weer verkiezingen zijn Juist, ja. uh, op, uh, op alle fronten, Europees, Vlaams, federaal en uh, lokaal. Dus ik uh, verwacht eigenlijk dat de politiek in staat is om een paar uh, grote akkoorden te sluiten en nog een aantal superbelangrijke hervormingen te doen. En ik denk ja. dan federaal... ...aan um, de, de hervorming van uh, het fiscaal systeem. Werken moet meer lonen, wat de collega Vincent van Petegem zegt... ...en onze voorzitter ook, Samy Medi. Maar ook het stikstofakkoord in Vlaanderen. Uh, we hebben echt perspectief nodig voor de boeren. De stikstofneerslag moet naar beneden. Dus uh, hoe, dat we, hoe, hoe dat we daar alles zullen verzoenen... Was, er, was, dus, toen, een, was toen een deal gemaakt, het Krokusakkoord? Ja, er is een uh, Krokusakkoord gesloten. Daarop zijn er ook duizenden bezwaren gekomen van ja. uh, tal van mensen. Uh, die bezwaren moeten nu bekeken worden... En natuurlijk, het is niet omdat je een principieel akkoord sluit, dat je al de omzetting hebt in ja. de regelgeving. En daar zijn ook toch wel wat zeer terechte bezwaren bij. Dus we moeten echt zorgen dat we, als we die, dat akkoord um, ten uitvoer leggen, of als we het bijsturen, dat het ook juridisch robuust is allemaal. Dat je niet uh, heel ja, veel procedures hebt moet, voor de rechtbank, waardoor het weer in elkaar stuit. Je moet natuurlijk langs mier denk ik dan, en N-VA... En wel uh, het iets wat is er moeilijk er uitbrak, is, praktisch ja. in It takes three to tango. We moeten met drie partijen ja, overeenkomen. Ja. Maar uh, we moeten vooral zorgen dat die rechtsonzekerheid, die er vandaag nog altijd is, dat die beëindigd wordt. En dat betekent dat je een akkoord moet sluiten tussen ja. drie partijen. En dat je dat akkoord ook om moet zetten. Uh, en ook perspectief geven aan onze boeren. Ja, op dat vlak zie je wel van ja, CDMV heeft een stuk gekozen om, om meer uh, die plattelandsflank af te denken. Het is de, 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 je hebt heel veel uh, invloed vanuit de grote steden, ook in de Vlaamse regering terwijl men het gevoel heeft ja, dat het platteland blijft een klein beetje achter, is, is dat volgens u een belangrijke strategie? Wel, ik vind het wel van belang dat we de kaart van voedsel dicht bij ons trekken. Ja. En dan kom je natuurlijk ook een stukje op uh, uh, de, de niet-stedelijkheid, de landelijkheid. Mm -hmm. Maar anderzijds zie ik dat zoveel mensen in de stad heel bewust lokale voeding gaan kopen. Mm -hmm. ja, als je lokale voeding wil kopen, als je streekproducten wil kopen. dan moet je wel boeren hebben die ervoor kunnen zorgen dat het effectief gebeurt. Mm -hmm. Als je een biefstuk wil eten van een koe van bij ons, dan moet je wel zorgen dat die er zijn natuurlijk. Ja, ja. En dus ik vind het goed dat onze partij daar meer profiel impact en dat zeker die kaart van die lokale voeding, dat we niet totaal afhankelijk worden van het buitenland ook voor wat we eten, dat die nog veel forser mag getrokken worden zelf. Wordt dat niet soms een klein beetje verward dan met uh, je hebt de landbouwsector, maar je hebt dan de boerenbond, die toch eigenlijk ook een conglomeraat is als je kijkt naar uh, wat ze van omzet zelf draaien. Het is niet één op één hetzelfde, denk ik. Well, CDV en Boerenbond zijn zeker niet één op één hetzelfde. Dat laat het ons kopen, ene... ja, maar het gevoel het het hele dat is ze het mee dan... aan tafel zitten. Ja, maar u, u weet, collega Zowaldimir heeft een medewerker van het Algemeen Boerensyndicaat nu aangeworven op haar kabinet. Ik ja. bedoel, je hebt, je hebt mensen nodig die ja. ook politiek helpen sturing geven. En uh, dat betekent niet dat je als partij geïdentificeerd wordt daarmee. Voor mij is het middenveld superbelangrijk. Wat ben ik blij dat ik met organisaties kan spreken, dat ik met vakbonden kan spreken, dat ik met de Boerenbond kan spreken mm -hmm. als je tot akkoorden moet komen? Anders moet je met allemaal individuele mensen ja, dus gaan het, spreken het Belgisch overlegmodel. Maar is. Dat, dat is een ja. goede zaak. En wat soms wel eens vergeten wordt door bepaalde media, in Vlaanderen hebben we al heel wat, nu deze legislatuur, sociale akkoorden gesloten. Mm -hmm. Over werk bijvoorbeeld, maar ook over de lonen in de, in de sociale sector. Mm -hmm. heel, heel belangrijk dat dat overlegmodel overeind blijft. En ook als je het stikstofdossier wil oplossen, zal het van belang zijn dat je blijft spreken met belangrijke organisaties. Maar jullie geraken eruit, denk ik. We moeten eruit geraken. Ja, ik doe aan politiek om oplossingen te vinden voor mm -hmm. problemen. Dus ik, wil, ik zal alles op alles zetten om hier ook door te geraken. Niet alleen principieel, maar ook maar, een regelgeving. Niet nog eens een regeringscrisis dan. Of. Ja, maar het, het, het is niet omdat je als regering eens een, 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 een nacht of een weekend uh, stevig door moet onderhandelen, dat je in crisis bent. Nee, dat, het is, dat, het nee. is logisch dat je hard discussieert. Maar als je minister-president naar het parlement stuurt, met lege handen. Ja, dat, dan kan je niet anders dan zeggen, het is echt een crisis. Hè? Ja, dat was een heel, heel moeilijk moment uh, voor veel uh, partijen. Maar anderzijds, het is uiteindelijk wel goed gekomen. Ja. En uh, uh, voor onze partij is het goed, we hebben ons punt stevig gemaakt. Uh, mm -hmm. Ook dankzij het feit dat we dat punt gemaakt hebben, dat we ook heel belangrijke budgetten voor welzijn kunnen binnenhalen. Um, maar van, ik ga ervan uit dat we, als het nu over het stikstofdossier gaat, dat we daar de komende maanden wel door geraken. Ja. Um, je zei het net al, he, grote hervormingen, ook federaal. Dan vraag ik mij soms af, ja, ja, in heel die, die Vivaldi-constructie, waar we nu toch van zien hoe moeilijk dat, dat gaat, die, een, een, waar net die grote hervormingen uitblijven. U was daar geen voorstander van. Hè? U hebt altijd gewaarschuwd voor uw partij. Ja, het is heel bijzonder dat die dingen mij blijven achtervolgen. Ik ja. heb inderdaad... Ik was een... Het was inderdaad voor mij niet zo evident om die sprong te maken, maar uiteindelijk heb ik samen met, met de partij die sprong met mijn volle hart gemaakt. Mm -hmm. Ik blijf het ook een goede zaak vinden uh, dat we deel uitmaken van die coalitiefederaal. Mm -hmm. We hebben schitterende ministers en het is mij ook al gelukt, toen ik nog minister van Werk was, om een paar belangrijke akkoorden ja. te sluiten. Ik geef nu een voorbeeldje, uh, nu heel recent: ja. we hebben een energiepremie voorzien voor mensen in de kinderopvang. Um, ja, die wordt fiscaal vrijgesteld. Uh -huh. uh, ja, dat is dankzij collega Vincent van Peterhem, die ook een heel begaan is ermee. En die zegt, oké, okay, we zullen dat doen. Dus ik zie elke dag ook de meerwaarde van het feit dat je mensen hebt op uh, federaal uh, vlak om uh, zaken te doen die, die, die voor de Vlaming goed zijn. Maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze er ook in slagen om een paar grote akkoorden nog te sluiten. En dat is ook iets wat, uh, waar mijn uh, partijvoorzitter heel fors uh, de op de naam ja, blijft dat, kloppen. Ja, dat is duidelijk de lijn. Maar dan vraag ik mij echt af soms van, ja... Zou je niet het gevoel hebben van ik, 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 had het gewaars, ik had jullie gewaarschuwd, ik had het jullie gezegd? Ja, ja maar dat is... Uh, ik hou niet van het opgestoken vingertje nee. van uh, hadden we maar dit. Of, in West-Vlaanderen <laughs> zeggen ze dat ja. is de litanie van Akke. Ai maar dit of ai je maar dat. Je moet kijken naar welke stappen kan je voorwaarts zetten. Wat zijn goede zaken? Wat, hoe zie je de mensen functioneren? Ik zie uh, als ik naar Nicole de Moor kijk, de manier waarop dat die streng maar super empathisch werkt in een van de moeilijkste, ja. meest gevoelige dossiers. Maar Iemand, ik vind dat ja. fantastisch. Maar die wordt, dan, die wordt dan van binnen haar eigen coalitie zo aangevallen, denk ik van ja, hoe, waar is dan die, die federale loyoteit nog? U, u zegt daar iets superbelangrijks. Ik vind dit bijzonder pijnlijk. Ik vind dat je als coalitie als aan één ziel moet trekken. Mm -hmm. En als er nu iemand is die met, met zorg voor, voor mensen en menselijkheid, en tegelijk uh, uh, strengheid. Je, je, je kan de deuren niet, uh, mm -hmm. niet openzetten, ageert, dan is het wel Nicole de Moor. Maar ik zie eenzelfde houding ook bij Annelies Verlinden. Dus onze mensen federaal, vind ik. Toppers, uh, pure toppers. Dus om die reden Heet ben ik ook blij dan de Vlaamse dat zijn regering nu. Nee, ja, maar de Vlaamse collega's, uh, zijn weet, nog beter. die zitten voor mij. op <laughs> niet. Ja, maar ik zal ook zeggen waarom. Uh, ten eerste, het zijn fijne collega's. Uh, ja. Ik mag ook trots zijn he, op onze ploegen. Ja. Uh, maar de manier ook waarop Benjamin ook mij vervangen heeft uh, toen ik uitgevallen ben, er zijn er weinig die dat zullen doen. Uh, en ook Jo op mijn bevoegdheden uh, rond rond uh, visserij en vissen. Ja, dat is. Toch zeldzaam in de politiek, politiek dat het op zo'n wijze gebeurt. Mm -hmm. Dus uh, geen, geen, geen... Alleen maar goed over mijn collega's. Um, ik heb je nog opgeschreven, belangrijkste evolutie van het jaar. Wat, wat, uh, wat kies je daar? Um, het, in negatieve zin uh, is voor mij de, de belangrijkste evolutie... De het verhuwen en het verharden van, van de politiek mm -hmm. wordt niet beter. Nee. Um, ook de persoonlijke aanvallen die je krijgt uh, op uh, sociale media. Uh, op alles heeft men binnen de tien seconden een reactie. Als je een berichtje plaatst, het is, het is georchestreerd, dan woef in één keer ja. alles negatief. Zeker Twitter is daar verschrikkelijk in, ja, vind ik. Maar tegenover die negatieve evolutie. Zie ik de andere uh, evolutie? Dat is uh, de intermenselijkheid. En dat vind ik dan weer het, het beste. Mm -hmm. um, corona heeft ons echt allemaal in onze, in onze eilandjes gestopt. We konden met niemand fysiek contact hebben. We mochten geen mensen omhelzen. Ja. Nu zitten we weer in de andere modus. Uh, en ik merk hoe, hoe anders mensen reageren als je face-to-face -face ja, contact ja. hebt. En ik vind dat, dat is ook de, de reden van mijn politiek bestaan, is, uh, is niet de sociale media, maar is dat face-to-face face -face contact. En dat vind ik dan weer de hoopvolle evolutie. Als je met mensen spreekt, als je luistert naar hun problemen en hun verhaal, dan beseffen zij ook soms wel dat je niet alles kunt oplossen. En, en als je dan dat kleine steentje in de rivier kunt verleggen voor uh, een individueel iemand of voor een groep mensen, ja, dan maakt dat jou gelukkig. Dus het, de slechtste trend is voor mij die, die, die verhuwing langs mm -hmm. de ene kant en die, die, die open riool waarin we elke dag moeten werken. Maar ja. de andere kant is dan weer de diepe menselijkheid en dat maakt het voor mij dan de moeite waard. Maar net daarom denk ik, um, en we moeten misschien toch ook wel, of de politiek moet daar ook in eigen boezem een stuk kijken. Als je ziet, die federale regering is aangekondigd dat we gaan een team worden, we gaan, we gaan aan één zeel trekken. Um, en dat eindigt dan zo met, met ja, echt die, een aantal voorzitters die daar constant op, op, op zitten, op stand, op, constant in de aanval gaan. Dus je creëert ook, denk ik wel, als, als ploeg, hè, de Vlaamse regering heeft toch ook wel een heel diep conflict gehad, een beeld van politici als ruziemakers. Wat dat uh, het, het misschien ook niet helpt om, om, om die verruwing tegen te gaan. Of, maar of ik wil een zelfs. onderscheid maken um, tussen wat intern in de regering gebeurt en, en partijvoorzitters. Ja, um, de partijvoorzitters we hebben, worden wel met de ja, vinger geduid. Hè? Ja, maar wacht, ook in de vorige legislatuur, ik was minister van, uh, van Onderwijs, ja. we hebben het meermaals meegemaakt dat een bepaalde terug. partijvoorzitter Alles toch <laughs> ja, heel ja. fors uit de hoek ja, kwam. Ja. Dus ik vind het helemaal niet verkeerd dat partijvoorzitters het standpunt van de partij op ja. scherp stellen. We moeten daar tegen kunnen. Dat dat, uh, ja. Gebeurt. Um, ik vind in de publieke arena dat ministers mekaar gaan aanvallen, daar heb ik het heel, heel moeilijk mee. Mm -hmm. Ik denk dat onze mensen uh, daar dat helemaal niet doen. Uh, dat je moeilijk veel mensen met de vinger kunt wijzen wat dat betreft. Maar ik vind vooral dat na een conflict, als je het heel moeilijk hebt onder elkaar, dat je tot een oplossing moet komen. Mm -hmm. Vandaar ook uh, mijn grote wens dat volgend jaar, als we naar onze grote dossiers kijken, uh, dat we ook hier de, de knopen die er nog liggen, dat we eruit geraken. Ik zou bijvoorbeeld in de kinderopvang, we hebben nu een mooi budget kunnen voorzien, ik wil de volgende Stap zetten, die ratio voor het aantal kindjes dat je mag opvangen, moet, wat mij betreft, een mm -hmm. beetje naar beneden. Ik wil dat deze legislatuur nog op, opgelost krijgen of het pad daar naartoe vastklikken. Ja, ik hoop dat dat lukt ook binnen mijn, binnen mijn regering. En dan aanvaarden mensen wel dat je, dat je eens ruzie maakt. Als je dan ook daarna kunt resultaten tonen mm -hmm. en kunt tonen van we hebben opgeleverd. Ja, want ik hoor je zeggen, onze mensen doen dat niet. Ik zat te denken aan die boerenbetogingen. Hè. Op een gegeven moment is, daar, is Waldemir ook een stroop op, opgeknoopt aan een tractor en dan Stonden er wel parlementsleden van jullie ook in, in de zaal toen, toen uh, dat soort dingen... Maar geen enkel van onze parlementsleden zal daar medewerking aan verlenen. En nee, ik best, hè, ik ja. veroordeel totaal, totaal zo'n acties naar uh, collega's toe, naar eender wie. Mm -hmm. Je knoopt geen mensen op. Uh, je maakt je standpunt duidelijk via het woord en je kan wel eens een grapje maken. Maar wat daar gebeurt is ten opzichte van collega's zoals dat is uh, totaal out of range. Kan absoluut niet. Ja. Maar het, nog eens, want het, 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 je zei het zelf, de, de trend, het, het, het valt wel op hè, hoe, hoe, hoe hard het spel wordt op de duur. En dan, ja. dan kom je misschien ook wel uit bij de vaststelling ja, dat, dat als het, als het voor je mentaal weegt, als het zwaar wordt, dan, dan speelt dat toch ook een rol, denk ik. En niet alleen voor jou, hè, want u, want je hebt er nu heel openlijk over gecommuniceerd, maar ik denk dat als ik je zou vragen aan een aantal collega-ministers of zelfs parlementsleden gewoon, hè, die hun job doen, hoe, hoe zwaar dat dat weegt dat dat heel, heel hard is, eigenlijk. Ja, dus als ik over, aan mezelf denk, de, de reden van fysieke en mentale uitputting, dat is een combinatie van factoren. Mm -hmm. Maar um, het is inderdaad wel een, een feit. Ik ben wat uh, rustiger geworden uh, om Twitter te volgen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik voel dat dat mij zeer veel meer mentale <laughs> rust geeft. Dus uh, je, je, de, 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 de fake wereld, of de, de online... Het is niet allemaal fake, nee, maar de nee. online wereld en de echte wereld zijn, zijn anders. En... Het engagement van veel, veel mensen die aan politiek doen, straks zijn het ook lokale verkiezingen in 2024, moeten we ook aan veel jonge nieuwe mensen gaan vragen, willen je lokaal yeah. engageren? Ja, voor mij is het belangrijk dat we ook een stukje als voorbeeld kunnen fungeren, dat we kunnen tonen, ja, we kunnen maatschappelijke problemen oplossen, of minstens een stukje mm -hmm. richting helpen uh, bepalen. En ik uh, steek niet onder stoelen of bank, banken dat het huidige klimaat daar niet ideaal voor is. ja. Um verplicht nummer, maar wat zijn je goede voornemens voor, uh, voor volgend jaar? Ja, eigenlijk moet ik nu zeggen, als Mr. van Welzijn, het is niet goed om met nieuwjaar goede voornemens ah, te maken. Ah, Want als die dan in de vuilbak vliegen na een maand, dan ben je weer slecht bezig. Ah, oei, okay. Veel mensen zeggen dan, ik ga op die jeet, vanaf 1 januari en ze eten goed, goed door. Tot, ja. tot, maar van, ik heb uh, ook wel wat goede voornemens. Ik zou graag er een, een goed politiek werkjaar van maken, ja. waarin we toch wel nog wat stenen in de rivier kunnen verleggen. En persoonlijk hoop ik echt ja, om, het, om het vol te houden en de balans te kunnen houden tussen, tussen de dingen. Ik doe mijn werk ontzettend graag. Mm -hmm. Er is zoveel steun van, ook van de familie, de vrienden. Um, maar je moet, die, je moet die balans vinden. En uh, je moet ook weten wanneer je wat moet doseren. En dat wens ik eigenlijk iedereen toe in de politiek. Ja. Zo'n een, een les die ik geleerd heb: als je, als je echt kwaad bent om een of andere reden, ga eventjes aan de kant. Kwartiertje, mm -hmm. halfuurtje, ja. Kom tot rust. <laughs> Stuur niet onmiddellijk je reacties uit. Wacht <laughs> ja. even en kijk dan hoe het, uh, het geëvolueerd is. Ja. In een half uur kan er veel gebeuren. Oké. Okay. <laughs> um, en dan een allerlaatste: wat, wat wens je het land toe? Ha, ik wens het land, Europa en de wereld eigenlijk vooral vrede toe. Um, maar dat klinkt nu verschrikkelijk. Nee, nee dat is uh, niet zo absurd. Uh, hè? Ja, maar wat er, wat er, we zijn bezig met de dagdagelijkse kleine dingen. Er zijn mensen die het totaal niet meer, die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Ook omwille van die energiecrisis. Maar als we het nu eens wat, wat, met wat meer liefde voor elkaar zouden doen allemaal, zouden we zoveel leed kunnen vermijden. En ik blijf dat. Dat ongelooflijk vinden hoe, hoe, elkaar, hoe mensen elkaar kapot schieten. Het is, het is, het is afschuwelijk. En als je aan politiek doet, is, is dat net voor mij een reden om, om. Ja, we moeten daar tegengas blijven geven en alles op alles zetten om die, die vrede toch een, stu een stuk dichter bij ons te brengen. Heel lekker hartelijk dank. Graag gedaan, is dat is Stel gedaan. Ja, Zit er... aan 30 miljoen.